Het was natuurlijk jammer toen dinsdag Ekelo de stekker eruit trok. Dat maakt het voor ons moeilijk om in die situatie echt een tegenwicht te geven tegen een PS met de arrogantie van een absolute meerderheid, zowel tijdens deze onderhandeling als in een toekomstig college. En we zagen dat het al moeilijk was rond bepaalde punten, zoals rond goed bestuur. Toen dat bijvoorbeeld ons voorstel van een totale transparantie als het ging over de vergoedingen en de vermogens van de mandatarissen, dat al te veel was. We zagen dat elk voorstel dat een beetje verder ging dan wat dat tot nu toe bestond, dat dat moeilijk lag voor de PS en de SPA. Er werd te weinig rekening gehouden met jullie eisen, zegt u. Anderzijds zien we ook in andere gemeentes dat PTB uiteindelijk niet mee gaat besturen. Vandaag ook in Charleroi zijn de gesprekken tussen de BS van Paul Magnet en PTB stopgezet. Heeft Catherine Moreau misschien een punt als zij zegt dat de PTB eigenlijk niet echt mee wil besturen voor die verkiezingen van mei 2019? Nee, dat is goed dan niet waar. Zowel in Borgerhout en in Herstal gaan de onderhandelingen voor. We hopen dat die goed verlopen. En zelfs voor Molenbeek was dat niet het geval. Wij hadden het groen licht van onze nationale leiding. Wij hadden een onderhandelingsnota klaargemaakt van 8 pagina's met concrete voorstellen die becijferd waren. Gisterochtend nog ben ik bij de gemeentesecretaris langs gegaan, bij de verantwoordelijke voor personeel en de financiën, om ervoor te zorgen dat onze cijfers correct waren. Dat zijn allemaal dingen die je niet doet als je er niet serieus voor gaat.